Zoeken. Zoeken. Hoe is dat zoeken? Verticaal zoeken. Zoeken in Excel. Hoe doe je dat? Hi, ik ben Rien van Time to Guide. We gaan zoeken in Excel met horizontaal zoeken, verticaal zoeken en X zoeken. En het verschil tussen de twee gaan we beoordelen. Hier gaan we naar Excel. Ik heb hier een klein databestandje met landen, aantallen en een omzet. We gaan beginnen met verticaal zoeken. Dat betekent dat we Excel gaan laten zoeken naar deze waarde, United States. En dan wil ik dat Excel hier in deze cel gaat teruggeven wat de aantallen zijn die daar verkocht zijn geworden. En later in deze cel wil ik hebben wat dat omzet wordt teruggegeven, wat er verkocht is geworden in de Verenigde Staten. Kijk, als ik hier ga naar verticaal zoeken, dan krijg ik diezelfde vier argumenten, krijg ik hier zo netjes te zien. De zoekwaarde is deze cel. Die kan ik gewoon aanklikken en naar de volgende gaan. De tabelmatrix waarin ik moet zoeken, dat is deze. Daar moet ik mijn data gaan halen. En ik moet de aantallen halen, dat is de tweede kolom, en de omzet, dat is de derde kolom. Ik selecteer ze van alle drie en ik zeg, ik wil de tweede kolom terug hebben. En nu is de laatste vraag, mag Excel het benaderen? Dus hij vindt niet exact een match, maar wel eentje die er heel dichtbij komt. Mag dat of mag dat niet? Van mij mag dat niet. Ik wil het exact terug hebben. Onwaar, typ ik daar. En dan krijg je hier zo'n aantallen die in de Verenigde Staten zijn verkocht. Hetzelfde ga ik doen voor de omzet. Verticaal zoeken. Dan krijg ik mijn window te zien met mijn functieargumenten. Ik zoek naar Verenigde Staten. Ik zoek het in deze matrix. Ik wil hier de derde terug hebben. En het mag niet benaderd worden. Dus ik wil hem onwaar. Hij mag het niet benaderen. Want ik wil hem exact terug. Dit is helemaal dynamisch. Want als ik hier nu Nederland intyp, zal je zien dat hij de cijfers geeft van Nederland. En als ik België intyp en Duitsland, dan geeft hij die. Verticaal zoeken werkt hetzelfde als horizontaal zoeken, alleen een kwartslag gedraaid. Ik heb hier hetzelfde tabelletje, maar nu heb ik de landen. De landen heb ik hier in de eerste rij gezet en in de kolommen staan mijn aantallen en mijn omzet. Dus ik zeg hier weer United States, om in het voorbeeld te blijven. En ik ga nu horizontaal zoeken. Horizontaal zoeken. En ik zoek naar de United States. En ik zoek het in deze matrix. En ik wil eerst de tweede terug. En hij mag het niet benaderen. Het is exact hetzelfde als zo pas. Alleen een kwartslag gedraaid. En je zal zien als ik hier nu België intyp, dat hij daar de Belgische cijfers geeft. En ik kan mijn formule nog een keer bouwen. Horizontaal zoeken. En ik zeg, je moet zoeken naar België. En hij gaat het zoeken in deze matrix. En ik wil nu de derde terug. En hij mag het niet benaderen. Horizontaal zoeken en verticaal zoeken. Dat is bij de meeste mensen wel bekend hoe dat werkt. Hebben jullie af en toe behoefte aan trainingen binnen je bedrijf of je organisatie? Geef dan even een telefoontje of stuur een e-mailtje. Dan komen we graag langs om die trainingen te verzorgen. Nu gaan we kijken naar X zoeken. Dat betekent dat ik dit hier eventjes naar beneden kopieer en plakken. En nu ga ik het doen via X zoeken. Horizontaal zoeken gaat altijd van links naar rechts. Hij zoekt links. En hij gaat het antwoord zoeken aan de rechterkant. Horizontaal zoeken zoekt altijd bovenin en zoekt altijd naar beneden. De zoekterm staat bovenin. Het kan nooit andersom bij horizontaal en verticaal zoeken. Bij X zoeken is dat anders. Daar maakt het niet uit. Ik ga het eerst even laten zien hoe het werkt. België. En ik wil de aantallen hebben. En ik ga dat in dit geval doen met X zoeken. Het principe is het is bijna wel hetzelfde, maar er zijn wel een paar verschillen. Ik zoek weer naar de cel waar in dit geval België in staat. De zoekmatrix waar ik zoek is in dit geval alleen maar
de kolom België. En wat die moet retourneren, dat is de tweede kolom. En die niet gevonden, dat kan ik hier nu toevoegen. Dat kan bij verticaal en horizontaal zoeken niet. Hier kan het toevoegen niet in de lijst. Of wat ik daar voor tekst wil hebben. En nu gaan we naar verticaal, naar X zoeken. X zoeken zoekt ook naar België. Dat zoekt hij in. Hij moet België zoeken. Dat doet hij in deze reeks. Hij moet teruggeven de cijfers uit deze reeks van de aantallen. En niet in de lijst kan ik hier eventueel toevoegen op welke willekeurige tekst dan ook, voor het geval die het niet vindt. En je zal zien dat hij hier nu keurig netjes 8023 gaat vinden voor de aantallen. En voor de omzet geldt hetzelfde. En je ziet dat ik hier dus alleen maar België aanklik en niet de hele matrix, maar alleen maar zeg waar moet hij die omzet vandaan halen, alleen maar die onderste regel waar de omzetten in staan. Hij moet zoeken in de landen en ik wil terug hebben daar waar de omzetten in staan. En ik kan hier wel of geen tekst invoeren, mag ik zelf weten. Maar je zal zien als ik hier nu Belgiërs van maak, dan vindt hij hem niet. Niet in de lijst. Dan een spelfout na. Niet in de lijst. Hier krijg ik gewoon een foutmelding. Ik zal even die fout eruit halen. Oh. En dan heb ik op die manier mijn lijst gevonden. En nu het grootste verschil is, als ik het hier ga doen, ik heb hier mijn landen en ik ga hier zo dat X zoeken toepassen. Dan zeg ik hier Nederland. En de aantallen ga ik als volgt vinden. Middels X zoeken. De zoekwaarde is Nederland. De matrix. Nederland ga ik zoeken in deze rij. En ik wil terug gaan krijgen de aantallen. Dus die staan in deze rij. Zie, ik kan hier dus ook de andere kant op bewegen. In plaats van alleen maar van links naar rechts, kan ik ook van rechts naar links of van beneden naar boven. En dan vindt hij op die manier de aantallen. En dat geldt ook als ik de omzet zoek. X zoeken. Ik zoek naar Nederland. Waar ga ik zoeken? Ik ga zoeken in deze lijst. En aan de rechterkant zoek ik de omzet erbij. En zo vindt hij het ook. Dus dat is het verschil tussen horizontaal en verticaal zoeken. Wat is nou het nadeel van X zoeken en van horizontaal zoeken of verticaal zoeken? Horizontaal en verticaal zoeken gaat sneller in geval van heel veel data. Als het echt een enorme lijsten zijn, dan duurt X zoeken wat langer. X zoeken is natuurlijk wel veel flexibeler en veel moderner. Het nadeel van X zoeken is echter dat het alleen maar zit in Excel 365 en niet in eerdere versies. Dat is wel een nadeel. Maar verder is X zoeken een prachtige nieuwe toepassing in de plaats van verticaal zoeken en horizontaal zoeken. De eerste twee, horizontaal en verticaal zoeken, blijven heel goed toepasbaar in Excel 19, 2016, 2013, etc. en vroeger. Vond je dit nou een leuke video? Druk dan even op de abonneerknop en op de gele bel, zodat je altijd de nieuwste video's ontvangt. En geef een duimpje. Dit was Time to Guide. Nu is het time to go. Wil je meer weten over dit onderwerp? Of heb je vragen over andere bedrijfssoftware? Schrijf jou en je collega's in voor een van onze trainingen. Klik op de link of kijk op de website voor meer informatie.